Goedemiddag, welkom bij ons derde webinar over de roadmap op weg naar 2022. Klinkt misschien nog heel ver weg, maar het is eigenlijk maar een hele korte tijd. Fijn dat jullie er vanmiddag weer bij zijn. Vandaag samen met mijn collega Jimco Drost en uiteraard ook weer met iemand vanuit de gemeentelijke praktijk, Pietse van der Schaaf vanuit Ermelo. Als jullie vragen hebben, want we houden het graag interactief uiteraard, stel ze vooral in de chat. Dan zal ik ze ook tussentijds proberen te stellen. Mocht het zo zijn dat er heel veel vragen komen, dan zullen we de vragen ook na afloop voor jullie beantwoorden en naar jullie toesturen. Datzelfde geldt overigens ook voor de presentatie. Die krijgen jullie ook achteraf toegestuurd. Maar laten we beginnen. Jimco, wil je jezelf eerst even introduceren? Ja, dankjewel Esther. Mijn naam is Jimco Drost. Ik ben coördinator binnen het programma van de WKB. En we willen u vandaag meenemen in route 2022. Wat houdt dat precies in? Welke ondersteuning kunnen u vanuit de VNG verwachten bij de implementatie van de WKB de komende periode? Zodanig dat 1 januari 2021 gemeenten zoveel mogelijk klaar zijn bij de implementatie van de WKB. 2022 hoop ik, hè? Oh ja, 2022, ja. Ja. Met de jaren is het gelijk getrokken met de implementatie van de omgevingswet. Dus inderdaad, is het 2022. Wat doen wij vanuit de VNG op dit moment? En dat doen we niet alleen, maar dat doen we in hele nauwe samenwerking met Vereniging Bouw en Woningtoezicht. Er zijn eigenlijk drie hoofdthema's waar wij mee bezig zijn. De ene is afstemming van de inrichting van het stelsel. Dus hoe zorgen we dat de WKB als één geheel zo goed mogelijk gaat functioneren. Hiervoor hebben we regelmatig afstemming met andere stakeholders en ook met Binnenlandse Zaken. We zijn bezig met de implementatieondersteuning van de WKB. Dat is waar we vandaag vooral op gaan inzoomen. En natuurlijk een belangrijk element van de implementatie is het opdoen van ervaringen. Dus het starten met proefprojecten. Daar is al een ander webinar over geweest dat er met name hierop inzoomt. Maar ook zometeen zal Wietse ook verder ingaan op de proefprojecten en wat kan je daaruit leren en wat zijn de eerste leerervaringen daaruit. Nou, waar bestaat nou de implementatieondersteuning van de WKB uit? In eerste instantie hebben we de lijst van minimale acties die je moet doen voor de implementatie van de omgevingswet. Waarbinnen de WKB een van de activiteiten is. En met name twee eisen die met name op de WKB inzoomen, dat is eis 7. Dat is het vergunningsverleningsproces dat je moet aanpassen. En de tweede is eis 13. Met name dat je je toezicht en handhaving anders moet gaan inrichten voor de WKB. Daar hebben we ook weer twee wegwijzers voor, die handige tips geven, ervaringen, verder inzichten hoe dat aan te pakken. Dat zijn wegwijzer 7 en de wegwijzer 13 natuurlijk weer. En daarnaast hebben we zometeen dat heette vroeger de roadmap. Maar dat is nu het overzicht van de criteria en welke stappen te zetten om naar die implementatie op 2022 te komen. Nou, naast dat Excel-overzicht hebben we nu ook een hele overzichtelijke roadmap gemaakt. Daar gaan we zometeen zoomen wat op in. En die roadmap bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Een gezamenlijke interbestuurlijke roadmap van alle partijen die bezig zijn met de implementatie van de omgevingswet. Dus denk aan ministeries, denk aan de DSO landelijke voorziening, denk aan waterschappen, maar ook natuurlijk aan gemeenten en provincies. Daarnaast hebben we op dit moment een aantal handreikingen al beschikbaar die jullie kunnen gebruiken. Die staan ook op de website van de VNG. Die website staat onderin in de sheet. Waar al een aantal producten staan die jullie nu kunnen gebruiken. Dus bijvoorbeeld definitie van gevolg klas 1. Dus de klasse waar de WKB op van toepassing is. Maar ook een overzicht van veranderende taken. Hè. Welke taken worden er nu straks bij de implementatie van de WKB anders? Daar hebben we al wat eerste handreikingen op beschikbaar. En een ander document wat heel handig is. Het is de impactanalyse van de WKB. Onderzoek wat door de VNG is uitgevoerd, waarbij die alle elementen van de implementatie laat zien, zowel van het stelsel, dus dat is meer voor de VNG zelf, als ook voor de gemeentes welke stappen te zetten bij de implementatie van de WKB. Als ik wat meer inzoom op die route 2022, wat zijn dan de hoofdelementen die daar van toepassing zijn?
Nou, de eerste twee heb ik al genoemd. Maar in die gezamenlijke route, route 2022, zijn mijlpalen opgenomen. Die je uiterlijk op een bepaald moment moet zijn gestart of op een bepaald moment klaar moeten zijn. Dus er zijn mijlpalen in die voor partijen afhankelijkheden met elkaar hebben. Bijvoorbeeld, de DSO-LV moet een versie opgeleverd hebben waarbij gemeenten daarna kunnen gaan aansluiten en kunnen gaan oefenen. Dus die afhankelijkheden zitten in die interbestuurlijke roadmap. Met onderin ook weer de link waar jullie hem kunnen vinden op de site. Nou, hier heb je dan de interbestuurlijke roadmap. Niet om alle details nu te kunnen lezen, maar vooral te kunnen zien welke partijen zijn er allemaal bij betrokken. En je ziet hier eigenlijk een matrix van de partijen die welke mijlpalen op welke momenten in de tijd en dus per kwartaal gehaald moeten hebben. Om daadwerkelijk op 1-1-22 klaar te zijn. Nou, als we kijken naar welke hoofdfasering zien wij nu in deze interbestuurlijke roadmap. En die is ook weer terug te vinden zometeen de roadmap voor de gemeentes. Dat is eigenlijk een hoofdfasering de rest van dit jaar. Hè, dus tot aan 1 januari gericht op de hele voorbereiding en kennisopbouw. Dus de impactanalyse kan daarbij helpen. Een plan van aanpak voor de gemeente om op te kijken van jongens, welke impact heeft het op mijn organisatie. Hè? Dus bij de impact denk ik bijvoorbeeld hoeveel gevolgklasse 1 bouwwerken heb ik de afgelopen periode gehad en ga ik de komende periode verwachten. Wat betekent dat dan voor mijn menscapaciteit? Wat betekent voor de aanpassing van mijn werkprocessen? En wat betekent dat eventueel voor mijn ICT-voorzieningen? Het is, de ambitie in de planning is dat om dit jaar daar inzicht in te hebben, zodanig dat je begin volgend jaar, dus de eerste helft van 2021, kan gaan oefenen. Eerst oefenen met casussen, dus meer droog oefenen. Daarna meer zelfstandig oefenen of oefenen in ketenpartners. Dus als je een omgevingsdienst of een andere uitvoeringsorganisatie samenwerking hebt op dit gebied, dat je daar samen mee gaat oefenen. En daadwerkelijk tweede helft of de zeg maar medio Q2 volgend jaar daadwerkelijk oefeningen gaat doen met informatie uitwisseling door het systeem heen en oefenen met de DSO. Erop gericht dat je het tweede helft van volgend jaar, dus na 1 juli 2021, daadwerkelijk de hele inrichting en het inregelen van je organisatie op kan gaan pakken. Dat betekent je werkprocessen ingericht hebben, opleidingen voor de medewerkers eventueel, standaardbrieven in je systemen ingebouwd te hebben en de hele keten van alle partijen werkend hebben. Jemco, nou zie ik ook een eerste vraag binnenkomen over de softwareleveranciers. Zijn die dan al zover dat je op 1 januari 2021 live kan oefenen? Ja, in de bestuurlijke roadmap staat inderdaad op dit moment dat de softwareleveranciers, en natuurlijk zijn ze dan niet allemaal, hè, er zijn de softwareleveranciers zijn ook weer verschillend daarin, maar het is de ambitie dat de softwareleveranciers 1 januari op dit moment een omgeving hebben waar je daadwerkelijk mee kan gaan oefenen. En of alle gemeenten dan ook aangesloten zijn. Hè? Dus als gemeente moet je dan aangesloten zijn op de DSO-LV. Jouw zilverleverancier moet op dat moment dan die aansluiting op dat werk gerealiseerd hebben. Dus de software aangepast hebben. En dan zou je daadwerkelijk in de praktijk kunnen gaan oefenen. Okay. Ja. Ik zie nog een andere vraag, maar wellicht dat je daar ook al een antwoord op hebt. De verhouding tussen de taken gevolgklasse 1 die verdwijnen en de nieuwe taken die erbij krijgen. Is dan al een inschatting gemaakt van hoeveel tijd dat zo meteen straks gaat beslaan? Ja, daar is wel een eerste inschatting van gemaakt. Vereniging Bouw- en Woontoezicht heeft een tool om die impact inzichten te kunnen krijgen, te kunnen maken. In de impactanalyse van de VEG staat ook een inschatting gemaakt voor het afhandelen van de meldingen, die onder de WKB gaan plaatsvinden. Een eerste inschatting daar is dat ongeveer een half uur tijd gaat kosten. En zo kan je afhankelijk van hoeveel meldingen je gaat krijgen, dus hoeveel categorie 1 bouwwerken de komende periode gaat krijgen, hoeveel meldingen je dus daarvan binnen gaat krijgen, hoeveel tijd het ongeveer gaat kosten. Maar dat is weer per gemeente en per situatie erg verschillend. Dus dat betekent dat je daar voor je eigen gemeentelijke situatie echt moet kijken hoeveel betekent dat nu en hoeveel tijd gaat dat dan kosten. En aan de andere kant valt de vergunningen afhandeling van die categorieën. Mm-hmm.
Dus zowel de vergunningvrije deel van het bouwtoezicht als de categorie E, die vallen dus weg. Dus dat betekent dat je daar ruimte vrij krijgt. Okay. Ja, ik denk dat dat al een goed antwoord is. Nog een andere vraag die binnenkomt. Wanneer is de proefomgeving van het DSO beschikbaar? En dan koppel ik er zelf denk ik ook maar even een vraag aan. Want misschien is het ook wel een goed moment om aan te geven wat dan in ieder geval in scope is in het kader van DSO en de wet kwaliteitsborging. Op zich is er op dit moment al een proefomgeving beschikbaar. Dat is al een eerste element voor vergunningen van categorie 2, 3. Dus dat is niet voor de WKB, maar de algemene. Een vergunning is er al in testfase. Ik weet niet of die al in de proefomgeving beschikbaar is. In het kader van de WKB, de afhandeling van de meldingen, die zitten nu ook in testfase. Dat betekent dat die ergens, nou, volgens mij eind dit jaar of begin volgend jaar, ook in de proefomgeving beschikbaar zou moeten komen. Ja. En dat is dan inclusief dus de regelhulpen? De regelhulpen worden op dit moment ook uitgewerkt. Ik heb niet helemaal in mijn hoofd zitten op dit moment wanneer die daar beschikbaar zijn. Ik dacht dat die ergens in Q1 volgend jaar beschikbaar zouden komen in de proefomgeving. Okay. Ja, in de proefomgeving, maar daar wordt dus al wel hard aan gewerkt. Ja, eigenlijk de hele keten. Hè? Dus even als je als initiatiefnemer binnenkomt in de DSO LV, krijg je een vragenbon. Om dan tot de conclusie te komen, dit is een categorie 1 bouwwerk. En dan moet je die en die melding doen. Die hele keten wordt op dit moment nu uitgewerkt. Ja. En zou begin volgend jaar beschikbaar moeten zijn. Dat is de ambitie. Mooi. Andere waar we natuurlijk in deze hoofdforcering is het uitvoeren van proefprojecten. Met elkaar ervaring opdoen, leren in proefprojecten. Hoe gaan de verhoudingen tussen de kwaliteitsborger en de gemeente zijn? Hoe gaat de samenwerking eruit zien? Wie heeft nou welke rol in die hele keten? Om dat met elkaar ervaring op te doen en te oefenen. Daar zijn met name proefprojecten uitermate geschikt voor. Ja, dat is wel grappig. Hè? Normaal gesproken is dat altijd ongeveer mijn deel van de tekst, het proefproject. En nou mag jij een keer dat stukje voor je rekening nemen. Ik zou zeggen, pak dat moment om even in jouw woorden een warm pleidooi voor proefprojecten te houden. Nou ja, kijk eventjes. Je ziet hier het eerste jaar, begin volgend jaar met name oefenen. En proefproject is oefenen in de praktijk. Dus dat is echt learning by doing. En oefenen kan je als gemeente voor je eigen stukje van het proces. Maar met proefprojecten ga je juist de hele keten door. Dus van initiatiefnemer samen met de aannemers naar gemeente, naar de kwaliteitsborger die het gaan uitvoeren. Dat hele proces kan je juist met elkaar doornemen de komende periode. Ja. Proefprojecten uitstekend voor. En niet alleen proefprojecten in je eigen gemeente, maar juist ook proefprojecten in een eigen netwerk. Dus doe dat ook met omliggende gemeentes samen. Verschillende type proefprojecten gezamenlijk doen. Je kan niet elk proefproject in je eigen gemeente doen, maar juist met elkaar daar mee leren. En ook van collega-gemeentes gezamenlijk leren zou ik adviseren. Als ik nu even kijk van hoe ziet dan de route 2022 voor gemeentes eruit. Dit is de integrale uitvoering van zowel de omgevingswet als de WKB. Die zijn geïntegreerd. En als ik naar de WKB kijk, zitten een aantal elementen in spoor A. Dus in de ambitie. En met name welke visie heb je op de WKB? Wat voor soort werkwijze wil je gaan hanteren? Wat zijn de consequenties van de leesjes? Dat zijn een aantal stappen die in dat traject terugkomen. Maar in spoor D en E, waar met name de handhaving en de vergunningverlening en de toezicht zit, ja, daar zie je duidelijk de veranderingen in het stukje WKB. Maar weer als één geheel en geïntegreerd geheel van de VTH-taken die daar de komende periode gaan spelen. Nou, als we daar eens even op inzoomen, dus in dit geval het spoor D, dus de initiatieve dienstverlening en het behandelproces. Daar heb je daar voor de hele komende anderhalf of kleine anderhalf jaar, 5 kwartalen eigenlijk, een aantal stappen staan die je netjes in de tijd kan zetten om daadwerkelijk klaar te zijn voor de implementatie. Bij elke stap staat een kleine compacte omschrijving in de roadmap zelf, in de route zelf. En een toelichting daaronder is netjes weergegeven wat het verder inhoudt en toelichting geeft over die stap. En als we er daar eens eentje van uitpakken. Neem bijvoorbeeld nu leer- en oefenaanpak uitgewerkt. Dus dat is punt 4. Dus dat zou rond deze
deze periode zou je daar zicht moeten hebben van hoe ga ik de komende periode, met name dus begin volgend jaar, oefenen. Wat is mijn ambitie erbij? Wat voor soort vraagstukken, wat voor soort uitdagingen hebben? Welke vergunningen zou ik graag willen uitpakken de komende periode? Of willen oefenen? En hoe ga ik dat dan oefenen in de tijd? Ga ik dat met een aantal collega's doen? Ga ik dat met meerdere stakeholders doen in proefprojecten? Dus ga daarover nadenken, ga daar een aanpak voor definiëren, hoe je dat de komende periode wilt doen. En dat kan je dan vastleggen in je plan van aanpak. Begin volgend jaar oefenen. Dan je processen verder gaan inrichten in Q2, Q3. En zodanig dat je de hele medewerkers, de nieuwe werkprocessen en opgeleid hebt voor 1-1-22, moet ik goed zeggen. Ja. Heel goed. En wat dat betreft, daar is ook nog wel een vraag over. Want enerzijds hoor ik je zeggen, opleiden, eigenlijk learning by doing. Hè? Dat is al gestart. Eigenlijk zodra je überhaupt met een proefproject startte, is dat al gestart. In de roadmap hebben we het geschetst vanaf juli 2021. En een reactie die daarop komt, is dat niet laat? Hoe zou je dat willen duiden? Nee, kijk, oefenen kan je wat ons betreft nu al gelijk beginnen. Dus even proefprojecten, start nu proefprojecten en begin daar nu al mee in de praktijk. Met name begin volgend jaar is het, dus Q1, Q2 is met name het oefenen geprojecteerd. Ja. Door die ervaring op te doen kan je je processen en je inrichting binnen je eigen gemeente op basis van het oefenen wat je gedaan hebt beter inrichten. Dat is het doel wat we vooral hebben om eerst te oefenen en dan het inrichten vorm te geven. Dus oefenen is vooral gericht op eerste helft volgend jaar. Oké, heel goed. Ja, ik ben ook blij om te zien dat HJ ook bij ons is. Dus die vangt ook direct al een deel van de vraag af. Dat is in ieder geval ook altijd plezierig. Ik zie nog een vraag over gemeenten die een plan van aanpak hebben opgesteld. Ik ga er eigenlijk in dit geval even uit, want het plan van aanpak bij ons relateert zich heel snel aan proefprojecten. Maar ik denk dat we met deze even moeten zien in het kader van de implementatie. Ja, klopt. Even wat hier ook staat als puntje 5 volgens mij, als ik het zo snel goed lees. Dat is een plan van aanpak. Dus welke stappen ga ik als gemeente zetten de komende periode voor de hele inrichting en zorgen dat ik als gemeente klaar ben voor 1-1-22. Dus welke stappen zet ik erbij? Die roadmap die hier nu is, kan je daar als een leidraad voor gebruiken. Een hoofdindeling. Maar elke keer voor jezelf kijken op basis van een impactanalyse. Wat betekent dat voor mij? Moet ik medewerkers opleiden? Hoe ga ik oefenen? Welke stappen ga ik allemaal zetten? Moet ik een nieuw ICT-systeem aanpassen? Of kan mijn bestaande ICT-systeem het aan? Wat verandert er voor mijn werkprocessen? Wat moet ik anders inregelen? Welke templates moet ik aanpassen? Allemaal voor je eigen situatie, jouw gemeentelijke situatie kijken. Welke stap je daar moet zetten? En een plan van aanpak is met name daar een handig middel voor om dat in de tijd uit te zetten en de consequenties in te schatten. Een ander element wat duidelijk in het plan van aanpak naar voren kan komen is ook wat betekent het voor de financiële situatie, de leesjes. Voor meldingen kan je geen leesjes heffen. De vergunningen vervallen, dus je gaat een andere financiële situatie krijgen. Waarbij je ook in je aanpak uit moet werken. Wat betekent dat na 1-1-22 voor mijn financiële situatie? Ja, oké. Okay. Helder. Dan nog een opmerking. Nou, die zou ik ook kunnen beantwoorden. Maar in deze ben ik toch ook weer nieuwsgierig hoe jij hem zou beantwoorden. De markt is niet enthousiast voor wat betreft de proefprojecten. Het loopt niet storm. Daar hoor ik eigenlijk wel wisselende geluiden over. We hebben gemeentes die heel graag willen en andere partners zoeken. Dus, en soms hebben we kwaliteitsborgers die zeggen, ja, ik zou graag een gemeente willen hebben. De sterke oproep van ons uit is om daadwerkelijk met elkaar de handschoen op te pakken. Partners bij jou in de omgeving te zoeken. En gezamenlijk daadwerkelijk aan de slag gaan met proefprojecten. Ja, nou, ik denk dat we ons allemaal wel realiseren dat op zich de omstandigheden op dit moment best wel lastig en ingewikkeld zijn. We kunnen elkaar slechter treffen.
Ook financiën staan onder druk, zowel bij gemeenten als ook bij aannemers. Projectontwikkelaars zien wellicht wat risico's. En zo is er eigenlijk wel voor iedereen iets te zeggen waarom je nog niet zou starten. Ik denk wel dat het ook dit weer een mooi moment is om jullie te attenderen op het feit dat we gaan starten met ambassadeursnetwerken, waar dus ook echt alle stakeholders bij elkaar komen. Minimaal 10 proefprojecten uit gevolg klasse 1 gaan doorlopen. Want ja, uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat we die kennis en ervaring opdoen en eventuele knelpunten van tevoren achterhalen. Dus daar hoort ook wel een stukje financiële compensatie bij, een stukje subsidie voor die extra kosten van de kwaliteitsborg. En zo doen we in die zin echt onze maximale inspanning om te zorgen dat er toch voldoende proefprojecten gaan lopen om het stelsel uit te kunnen proberen met elkaar. Ik zie nog een reactie dat de link het niet helemaal doet richting de IBK-site. Nou, wellicht dat je even op de IBK-site zelf kunt kijken, want op die site staan inderdaad de verschillende kwaliteitsborgers en instrumenten die op dit moment voorlopig zijn toegelaten. Ik zie inderdaad ook weer een reactie over die extra kosten om proefprojecten. Nou, daar heb ik net iets over gezegd, dat we daarin ook zorgen dat die voor die proefprojecten in ieder geval een stuk subsidie verleend wordt, zodat die extra kosten in ieder geval wat gereduceerd worden. Het is trouwens goed om te zien dat jullie op dit moment de chat meer dan gevonden hebben, want hij gaat nu sneller dan ik bij kan houden. Dus ik ga heel even kijken. Kijk jij eventjes naar de chat. Ja. Dan doe ik even nog een laatste sheet. We hebben nu stilgestaan bij de roadmap. Dat geeft een aantal stappen in de tijd. We hebben ook nog een aantal stappen zoals die in de impactanalyse van de VNG zijn gedefinieerd. Een 9-tal stappen. Nou, je ziet in hoofdlijnen dat die overeenkomen. Maar net weer een iets andere vorm om te kijken, jongens, welke stappen als gemeente moet ik nu zetten om daadwerkelijk tot de implementatie over te gaan en waar moet ik aan denken. Dus pak ook de impactanalyse erbij. Maar hier onderaan ook de vraag vanuit onze kant. Als jullie ergens behoefte aan hebben, ondersteuning, een handreiking, die zegt van jongens, dat gaat ons enorm helpen hierbij. Laat dat weten. We hebben een e-mailadres, bkb@vng.nl, waar je vragen of suggesties kwijt kan. En dan kunnen we die nu meenemen. Andere vragen die nog tegenwerken? Nou, jij wil een paar. Een opmerking inderdaad over de subsidie. Dat die alleen voor ambassadeursnetwerken zouden zijn. Het is in ieder geval zo dat we daar 180 proefprojecten mee gaan draaien. Daarnaast is het zo dat we nog wel een voorziening ook beschikbaar hebben voor andere proefprojecten. Ik noem het eigenlijk altijd maar een beetje het zonnecollectorenpotje. In die zin, zolang er daar middelen voor beschikbaar zijn, kun je daar aanspraak op maken. Wend je in dat geval even tot de VNG. bkb@vng.nl, dan leggen we graag de mogelijkheden uit. Even kijken wat er verder nog binnenkwam. Ondertussen gevonden op de website, dat is ook positief. Even zien. Ja, Dunant wil graag proefprojecten starten, maar de markt komt nog niet. Dat is denk ik ook even een goed moment om nog weer even de marktplaats ook op dezelfde IBK-site onder de aandacht te brengen. Als je als gemeente graag proefprojecten wil doen, kun je dat in ieder geval daar ook kenbaar maken, zodat eventuele aannemers daar in ieder geval ook van op de hoogte zijn. En daarnaast denk ik dat het goed is dat we even met elkaar in contact komen, maar dat zal onze collega gaan regelen. Wij staan op de marktplaats zelfs al. Nou, en dan nog... is er een uitdaging? Wij moeten even contact hebben, Dunant. Ja. Nee, is goed. Oké, dit zijn denk ik voor nu eventjes de belangrijkste vragen. Er worden al goed op elkaar gereageerd als het gaat over de extra kosten. Jimco, aan jou. Nog een laatste signaal wat je mee wil geven? Nee, vooral starten. Ik denk dat het belangrijk is, het lijkt nog heel ver, 1-1-22. Maar is er eigenlijk heel dichtbij. Als je ziet welke stappen er gezet moeten worden de komende periode, lijkt me dat meer dan belangrijk om zo gaan mogelijk te starten en ervaring te gaan. Ja, en volgens mij blijft ook nog steeds jouw vraag staan. Van joh, waar hebben jullie als gemeente nou behoefte aan in het kader van de implementatie van de WKB? Maak dat ook bij ons kenbaar, want dan kunnen we ook zorgen dat we daar rekening mee houden en daar invulling aan geven. Ja. Oké, Jimco, dankjewel. Het was leuk om eens een keer naast elkaar zo te staan. Dus, dankjewel, succes. Helemaal goed, dankjewel. Nou, nadat we de Jimco aan het woord gehad hebben, schakelen we nu over naar Pietse van de Schaaf uit gemeente Ermelo.
Want ik zag net ook al een paar vragen voorbij komen waarvan ik dacht, nou, wellicht is dat ook nog wel een goede om aan Wietse te stellen. Maar Wietse, voordat we de vragen ingaan, want wij gaan er een gezellig gesprek van maken. Wellicht wil je even jezelf introduceren. Dat zal ik doen. Ik ben Wietse van der Schaaf en ik ben werkzaam bij de gemeente Ermelo. Ik ben jarenlang afdelingshoofd geweest van de afdeling veiligheid en vergunning in handhaven, waar ook bouwen onder viel. En de afgelopen 2 jaar houd ik me met name bezig met de doorontwikkeling van de dienstverlening. Keurig, ja. En volgens mij al een hele tijd bezig met de WKB. Dat klopt. Ik denk dat we al met al zo'n 1 of 10 bezig zijn geweest met de WKB. Ook al de organisatie behoorlijk hebben aangepast naar de komst van de WKB toe. Dan mis je wel wat te snel en te voortvarend geweest, want nu word je af en toe geremd omdat de WKB maar wordt uitgesteld. Hier soms weer allerlei maatregelen moet treffen om het gat weer een beetje te dichten. Ja, dus een echte koploper in die zin. Ja. Hadden we het in het voorgesprek ook al even over de bijeenkomst. Ik durf wel eerlijk niet meer te zeggen of het nou begin van het jaar was of eind vorig jaar. Ik denk eind vorig jaar, hè? Eind vorig jaar, oktober, ja. Dacht ik 2019. Ja. Ja, hebben we een bijeenkomst gehad, klopt. We hebben een aantal jaar terug, binnen de gemeente Ermelo hebben we gewoond om 1 keer 3, 4 jaar ondernemers Ermelo uit te nodigen en hun eens bij te praten over alle nieuwe wet- en regelgeving die er binnen het bouwvak op en afkomt. Het zijn best goed bezochte bijeenkomsten, dus we hebben het ook een keer gedaan een aantal jaren terug. En toen hebben we al eens een keer gewacht gemaakt voordat de wet kwaliteitsborging er aankwam. Dat heeft toe geleid dat een van de lokale ontwerpers, architecten, zei van ik wil wel eens een keer een proefproject starten. Dus we hebben daar ook gesprekken mee gehad. En uiteindelijk kwam hij een aantal jaren terug bij ons langs en zei, ik heb een initiatiefnemer die wil heel graag wel eens met jullie praten om te kijken of we een proefproject zouden kunnen gaan doen. Met die wetenschap ook hebben wij toen de leges aangepast en de mogelijkheid geboden om 40% korter te kunnen gaan leveren op de leges, op de bouwleges. En we zijn toen gesprek gegaan met die betreffende ontwerper en met de opdrachtgever. En dat heeft ertoe geleid dat wij een proefproject zijn gestart. We zijn er gewoon blind ingesprongen. We hebben niet nagedacht van wat zijn de effecten. We gaan het gewoon doen. Maar we wilden graag ervaring opdoen met het hele proces. Wanneer kijkt de kwaliteitsborging mee en wat betekent dat voor onze organisatie? Ja. En dat was een heel boeiend proces. We hebben toen eind vorig jaar, oktober 2019, hebben wij een evaluatiemoment gehad waarbij wij alle partijen dus een keer hebben uitgenodigd en ook bouwend Ermelo om eens even na te praten wat betekent nou zo'n proefproject. Wat waren de ervaringen van bijvoorbeeld de gemeente? Wat was de ervaring van de bouwer? Wat was de ervaring van de opdrachtgever? Of wat was de ervaring van de ontwerper? Maar ook wat ervaring waren van de kwaliteitsborger. En ik moet zeggen, er waren best wel hele bijzondere dingen kwamen eruit. Bijvoorbeeld een bouwer die zei van nou, het beviel hem heel goed. Maar een architect zei van ik werd in de tweede helft, dus nadat ik het plan ontworpen had, werd ik eigenlijk gewoon bouwkundig tekenaar. En daar had hij moeite mee. Dus zo zag je dat iedereen wel zijn eigen rol aan het uitvinden was om te kijken hoe ga ik met de nieuwe partijsmarkt. Ja, ja. Maar volgens mij was dat dan op maat naar meer, toch? Ja, want inmiddels zijn er nog een aantal proefprojecten vergund. Er zijn nu 2 in uitvoering. 1 al wat verder, daar zijn ze volop aan het bouwen. De 2e moet net beginnen. Maar ja, we gaan langzaam verder met proefprojecten. En ik denk dat daar wel bij geholpen heeft dat wij 40% korting hebben gegeven op de bouwleges. Om op die manier toch een extra prikkel te geven aan Bouwend Nederland. Want ja, uit de chat hoor ik ook al wel dat mensen toch wel zorgen hebben dat Bouwend Nederland wel inderdaad in beweging wil komen. Mm-hmm. Het helpt. Het is niet alles, maar het helpt wel. En wat heel erg helpt is als je een lokale ondernemer, initiatiefnemer hebt die zegt ik wil het ook wel eens een keer proberen. Ja, volgens mij is de reactie in de chat in die zin ook echt wel bedoeld als zijn van ja, maar dat is eigenlijk de wereld op zijn kop. Hè? Nou moeten wij in die zin, krijgen we nog minder leges, terwijl die bouwkwaliteit, ja nee, we moeten het gaan doen. Ja, ja. Ja goed, het is een proefperiode en je wilt ervaring opdoen om te kijken wat doet dit nou met ons als organisatie, wat betekent dat voor ons werk, wat gaat er echt feitelijk veranderen. En dan moet je toch ervaring op doen. En als je geen proefprojecten zou kunnen gaan draaien, dan moet je de ervaring van een ander overnemen zonder dat je weet of die ook passend is voor jou als kleine gemeente. Maar ik spreek wel erg namens de kleine gemeentes, omdat ik denk dat het verschil tussen kleine gemeentes en grote gemeentes fors is. Als ik naar Ermelo kijk, dan denk ik dat 90% van al onze bouwactiviteiten vallen onder risicoklasse 1. Dat is best veel. En dat betekent ook dat voor onze organisatie hebben wij nog wel zoveel vergunningverleners nodig. Die met name kundig zijn op het gebied van bouwbesluit. Wat doet het voor ons? De toezichthouders, hebben die nog wel zo'n verstand van bouwbesluit nodig? Als je 90% van je totale vergunningproces valt onder kwaliteitsborging. Ja, ja.
Nou ja, wat dat betreft denk ik dat het ook eens goed is om inderdaad vanuit het perspectief van kleine gemeenten die ervaring hier langs te hebben. Maar jij noemt er al een aantal, zijn er nog meer die je hebt gemerkt voor je totale organisatie waarvan je denkt die worden nog wel eens over het hoofd gezien? Nou, wat ik wel heel bijzonder, die worden over het hoofd gezien. Wat wij merken is, wij hadden jarenlang weinig gebruik gemaakt van onze landmeters. Nou, de landmeters worden door deze hele move nadrukkelijk in stelling gebracht, omdat je nu aan de voorkant veel meer wilt voorkomen dat iets gebouwd wordt op de plek waar je het niet wilt hebben. Dus hoe ga je dat proces inrichten als je dat een beetje hebt laten versloffen? We hebben het een beetje laten versloffen in Ermelo, maar dat hebben we nu weer helemaal aangetrokken. De landmeters hebben een nadrukkelijke rol gekregen in het uitzetten van elke type bouwwerk. Daarmee voorkom je dat iets op een plek gebouwd wordt waar strijdig is met het bestemmingsplan. Je verschuiving van bouwbesluiten naar het bestemmingsplan is daardoor wel wat prominenter geworden. Ja, nou wat dat betreft, wellicht dat de regie even kan helpen. Er werd een vraag gesteld om 14:13 en die ging eigenlijk ook over een stukje illegale bouwwerken. Volgens mij zit hier impliciet ook wel een beetje een antwoord op. Ja, daar is die. Nou, het leidt tot meer minderwerk de WKB. De toezichthouder moet immers vaker reageren op vermeend illegaal bouwen, zeker handhavingsverzoeken. Ja, of er nog meer is, dat weet ik niet. Want we hebben best wel veel handhaafverzoeken, zeker in deze coronatijd, waarvan je merkt dat mensen thuis zijn en alles om zich heen zien gebeuren. Dus er worden meer handhaafverzoeken gedaan. Wat natuurlijk wel helpt, is dat je nog wel een rol houdt vanuit je gemeente als bevoegd gezag om te kijken van, niet bouwtechnisch, maar wel waar wordt wat gebouwd en wordt het nog een gebouw conform bestemmingsplan. En dus je zult wel met enig regelmaat je rondjes door de gemeente moeten gaan doen om te kijken waar allerlei activiteiten zijn en of die activiteiten ook passen binnen die ruimtelijke ordening. Dus ja, ik denk dat dat niet gaat verminderd worden. Alleen het bouwbesluittechnische deel wat misschien eraan staat, dat ga je gewoon missen. Ja, dus daar zitten de belangrijke veranderingen. Dan hebben we het toch over veranderingen en verschillen hebben. Je zei net ook al iets over, dat is echt wel iets voor ons als kleine gemeenten. Wat zijn volgens jou de grootste verschillen tussen de impact voor grote gemeenten en de impact voor kleine gemeenten voor de WKB? Toen wij begonnen met de eerste proefproject, toen had ik het beeld dat wij geen mensen meer nodig hadden met kunde van het bouwbesluit. Want ik dacht van 90% van onze bouwwerken gaan weg. Dan gaat ook een vergunning verlenen met voldoende kennis van bouwbesluit, hebben we dat niet meer nodig. De ervaring die we tot nu toe wel hebben opgedaan is dat we dat eigenlijk toch wel nodig hebben. Alleen dan loop je wel tegen een spagaat aan. Want als je nog maar 10% van je bouwwerken overhoudt die vallen onder bouwbesluit. En je wilt vragen die tijdens een bouwproces van iets wat valt onder de wet kwaliteitsborging toch nog een keer goed kunnen beoordelen. Of daar misschien toch nog een ingrijpen van het bevoegd gezag nodig is, moet je wel bouwbesluittechnische kennis hebben. Nou, en dan zit je wel weer tegen de wet kwaliteitsborging te hukken. Van heb je wel voldoende type aanvragen waardoor je voldoende ervaring op kunt doen. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat zich straks in de komende jaren gaat ontwikkelen. Maar dat is wel een spanningsveld. Dus ik denk dat je wel ergens mensen nodig hebt met voldoende bouwbesluittechnische kennis. Alleen het aantal binnen kleine gemeentes zijn misschien zo klein dat je daardoor meer samenwerking misschien moet zoeken met je omliggende gemeentes. Ja, uiteindelijk zul je toch met enige regelmaat geconfronteerd worden omdat er bijvoorbeeld discussie ontstaat over een bouwbesluittechnisch iets, bijvoorbeeld een constructieonderdeel of bijvoorbeeld de fundering. Ik heb vorige week nog een keer met een paar mensen vanuit onze regio gesproken. Dan had ik als voorbeeld van, in Ermelo bouwen wij op zand, dus we zijn 9 centimeter diep en er zit weer op staal, dus het is voldoende stevig. Maar ga je net de polder in en je komt bij Zeewolde terecht, ja, dan heb je gewoon een hele grote grondspanning en je moet alles op palen doen. Dus daar ligt het accent misschien veel meer op de fundering. En als daar iets lijkt fout te gaan, dan is het bevoegd gezag veel eerder in kunnen grijpen. Dus je moet ook wel weer per gemeente bijzonder kijken. Maar je hebt daardoor wel bouwbesluittechnische kennis nodig of een constructeur nodig. En dat moet je over nadenken, hoe je dat in de toekomst gaat worden. Ja, en dan hoor ik je eigenlijk ook al het woord samenwerking en kijken met omliggende gemeenten. Ja. In hoever zijn jullie daarmee? Gewoon even interessevraag. Nou, wij zijn wel bezig aan het oriënteren over hoe we het als ambassadeursnetwerk zouden kunnen gaan manifesteren. En we hebben nu een verzoek gedaan bij een aantal omliggende gemeenten om eens te kijken van of er voldoende animo is. Ik hoop dat we daar op korte termijn meer duidelijkheid over krijgen. Omdat we wel merken, en ook terecht wat ook in een van de chat werd genoemd, het is heel moeilijk om bouwen in Nederland zo ver te krijgen dat ze überhaupt een proefproject willen gaan doen. Als wij de krachten zouden bundelen en we zouden en met eventueel korting op de leges of met misschien geld uit
het budget wat beschikbaar is om te komen tot een de implementatie van omgevingswet. Dat je dan daardoor een klein deeltje gebruikt voor proefprojecten te starten. Aangevuld misschien met het geld wat vanuit het Rijk komt, die 5000 euro voor de kwaliteit. Of dan 10 projecten vlot kunnen trekken. Dat zouden we in Ermelo zelf, wordt wel gebouwd, maar niet op die grote schaal dat je zou zeggen, daar is heel veel. Hadden wij bijvoorbeeld daarentegen wordt best wel heel veel gebouwd. Ook in Zeewolde wordt veel gebouwd. En er zijn nog een paar andere omliggende gemeenten, zoals Nutspeet, waar ook behoorlijk wat gebouwd. Dus er zijn best wel kansen als we het gezamenlijk zouden kunnen gaan doen. Ja, volgens mij een warme oproep om ook te kijken waar dat verder in Nederland zou kunnen. Er was nog een reactie binnen dat met minder medewerkers kom je ook in de knoei met kwaliteitscriteria VTH. Hoe kijk je daar vanuit Ermelo tegenaan? Nou ja, wat ik net al zei, als je van mening bent dat er toch een bouwbesluit technisch iemand aanwezig moet zijn, een vergunningverlener die goed bouwbesluit in de vingers heeft, dan moet hij wel voldoende aanbod hebben om zijn ervaring te kunnen blijven oefenen. Dus op het moment dat je daar dus te weinig ervaring op doet, dan kom je in de knoei met de kwaliteitscriteria 2.1. Dus daar moet je wel over nadenken. En misschien leidt dat juist wel tot een verdergaande samenwerking, of misschien zelfs wel deze rol onder te gaan brengen in omgevingsdiensten. Je moet daar als gemeente echt over nadenken. En dat zul je ook zien in je toezicht. Nu hebben wij toezichthouders die zich heel erg bezighouden met we lopen de vergunning naar. We gaan kijken of alles conform vergunning verbouwd wordt. Je gaat ook kijken hoe dat zich verhoudt met bouwbesluit en met bouwconstructies. Maar als je daar niet meer van bent, dan doe je ook daar te weinig ervaring op. Hoe ga je dat straks borgen als kleine gemeente waar bijvoorbeeld 90% van je bouwkapitaal gewoon wegvalt op het gebied van bouwbesluit? Ja. Nou, wat dat betreft zijn er inderdaad nog best wel een aantal puzzeltjes te leggen. Ik zat ondertussen ook nog heel even terug te denken aan die sessie vorig jaar in oktober. Hè. Want wat dat betreft, dat startte eigenlijk, en dat was ook zo wat we in het vorige webinar ook besproken hebben, Marley Oosterik vanuit Al van der Rijn zei dat feitelijk ook. Hè. Zet de deuren open, nodig iedereen actief uit en ga in gesprek. Ik was dan wel even nog benieuwd, want ik meen me er nog wel iets van te herinneren dat jullie ook wel een aantal lessons learned hadden als het gaat over welke informatie wil je op welk moment krijgen. Ja, wij hadden toen een gebouw wat ingeklemd zat tussen andere gebouwen waarvan je eigenlijk zou willen. En dat zijn van die momenten waar je als gemeente bijvoorbeeld over na moet denken als je mee gaat doen met een proefproject. Van welke momenten wil je eigenlijk geïnformeerd worden over hoe zich dat ontwikkelt? Als een kwaliteitsborger ergens tegenaan loopt, in juist die specifieke gevallen, wil je dan wel of niet geïnformeerd worden en hoe ga je ermee om? Wij wilden toen met name geïnformeerd worden van hoe gaat nou de belendende gebouwen ondersteund worden. Want we liepen net naar de jaarwisseling toe, toen ze begonnen te bouwen. We wilden ook een veilige omgeving hebben, dat er niet een half afgebroken pand stond, wat eventueel weer risico is mee te brengen in het kader van openbare orde en veiligheid. Dus we hadden daar heel veel aandacht voor. Dus dat moet op een bepaalde manier goed geborgd zijn, dat we daar een veilige jaarwisseling mee doen. Zo heeft iedere gemeente wel zijn eigen bijzonderheden waarvan ze zeggen, die zijn voor ons zo belangrijk, die wil ik op een of andere manier over geïnformeerd blijven. Dan zet dat soort informatiemomenten dan in je vergunning, of spreek het goed af met de kwaliteitsborger hoe jullie daarmee omgaan, omdat die informatie voor jouzelf heel belangrijk is om ook te leren of de markt hiermee om kan gaan en dat je ook een vertrouwensbasis onderin krijgt. Ook weet van wanneer moet de kwaliteitsborger even bij de gemeente langs. In dit specifieke geval dat wij hadden, werd er helemaal niet gekeken naar de welstand. Dus er werd op een gegeven moment zomaar wijzigingen in de gevel aangebracht. Gelukkig gaat onze toezichthouder dat vrij snel door. Maar ook dat zijn momenten van ja, daar kijkt de kwaliteitsborger in principe niet naar. Die kijkt alleen maar sec naar het bouwbesluit en wat er gebouwd komt volgens de vergunning op het gebied van bouwbesluit. Het uiterlijk van het plan, dat is echt nog een rol van de gemeente. Dus ook daar moet je goede afspraken over maken. Dus je moet per aanvraag goed gaan nadenken. Wat zijn voor mij de belangrijke momenten waarover ik tenminste geïnformeerd wil worden, zodat je de rol van je bevoegd gezag goed kan waarborgen? Okay. Mooi antwoord, Wietse. Nou, daar ben ik ook nog wel benieuwd, hè, want we hebben het vandaag ook over de roadmap, dus de route tot 2022. Nou, waren jullie ook al bezig. Wat staat er nou in Ermelo op de agenda voor komend jaar? Ja, we hopen in ieder geval sowieso een start te kunnen maken als ambassadeurs binnen het ambassadeursnetwerk. Dat is één. En de tweede zijn we volop bezig om de processen voor de omgevingswet goed in beeld te brengen en ook te kijken hoe kunnen wij nou de wet kwaliteitsborging op een goede manier inbrengen in die processen van de omgevingswet. Dat zijn wel belangrijke dingen, omdat dat wel gevolgen kan hebben voor onze organisatie of hoe wij georganiseerd zijn. Ik zeg in bewust organisatie, omdat wij hebben het
geluk of nadeel, ik weet niet hoe je het wil bekijken, maar we hebben al lange periode gebruik moeten maken van externe opgeving van bouwbesluit. Dus voor ons verandert het daardoor niet zoveel als minder bouwbesluit technische taken een rol buiten spelen binnen de gemeente. Maar als je als gemeente nog volledig je bouwbesluit toets doet, dan heeft het wel gevolgen voor je medewerkers als daar bijvoorbeeld veel van de bouwwerken van afvallen. En hoe kun je die er dan anders inzetten? Misschien in het kader van duurzaamheid, omdat je misschien een duurzame wijk gaat realiseren. Maar daar moet je over nadenken, als dat soort zaken ook in je omgevingsplan zitten, moet je ook nadenken van wie zou binnen onze organisatie die rol bijvoorbeeld op zich kunnen nemen. Ja, ik denk dat dat ook een hele mooie oproep is. Nou, nog een andere, want jij noemde net ook al een keer de omgevingswet en ook het aanboren eigenlijk van financiële middelen om proefprojecten te doen. Maar hoe kijk jij vanuit Ermelo tegen, nou ja, toch de grootsheid van de omgevingswet die op jullie afkomt en de WKB? Is dat in verhouding? Is dat jullie samen? Wat kun je daarover zeggen? Wij doen het samen, met name om dat te gaan borgen binnen de processen. Maar je merkt wel dat in onze hele organisatie de hele focus eigenlijk gericht is op de wetkwaliteit of op de omgevingswet. Hoe gaan wij komen tot een goede omgevingsvisie? Wat voor een omgevingsplan gaan we maken? Die discussies moeten dan nog wel gedaan worden met de raad en in onze organisaties. Maar daar is de volledige focus wel heel erg op gericht. En voordat je het weet, sneeuwt de wet kwaliteitsborging een beetje onder. We hebben het wel geprobeerd in te laten bedden in de processen om daar goede afspraken over te maken. Nou ja, uiteindelijk gaat het elke keer over heel veel informatie. En uiteindelijk gebeurt dat ook wel in de chat. Hè? Want chat worden nu wat goede ideeën gewisseld over hoe komen we überhaupt op proefprojecten. Van het bordje op de balie tot aan voetnoten in mails. Wat hebben jullie daar in Ermelo ook nog een goede ingeving voor? Nou ja, waar je het heel goed kan doen is in feite al bij de eerste gesprekken die je hebt voordat je komt er een vooroverleg. Er komen mensen bij de balie die hebben ideeën. Hoe zorg je nou dat de medewerkers bij de balie op een goede manier geïnformeerd worden en blijven dat ook de wet kwaliteitsborging, dat je daar proefprojecten mee gaat? Of moet je dat misschien naar je toe trekken doordat iemand in je organisatie dan zegt, oh, dan ga ik die gesprekken daarover voeren. Informeer mij erover, zodat je in ieder geval die gesprekken kunt voeren om te polsen of een initiatiefnemer bereid is om proefprojecten te willen gaan doen. En zeker is ook als je daar ook nog eens een stukje financiële tegemoetkoming kunnen doen in de vorm van leges. Of misschien één of tweemalig een budgetje halen uit je totale budget van de implementatie van de omgevingswet. Want het heeft daar wel mee te maken. Het is een onderdeel van je omgevings, van de nieuwe omgevingswet. Dus je moet het daar wel in meenemen als proces. Dus dat zal misschien kansen bieden om toch wat proefprojecten te kunnen gaan opstarten. Maar pak het voordat er een echte vooroverleg wordt ingediend, ga dan al die gesprekken zelf voeren. Goede oproep, denk ik. Komt ook nog een wat specifiekere vraag binnen over monumentale panden. Hoe worden die opgenomen in de omgevingsvisie of plan? Of valt dit er buiten? Nou ja, monumenten heb je in meer of mindere mate. Ook Ermelo kent wel monumenten. Er zal vast wel wat geschreven worden in de visie over hoe willen we hoe monumenten een bepaalde plek hebben binnen je eigen gemeente. Maar kan je nog niet zeggen van hoe we dat nou verder gaan uitwerken in de totale aanpak rondom de processen. Nou, dus dat is misschien nog een puntje voor 2021 om uit te werken? Dat moeten we nog wel later van hebben, ja. Ja, heel goed. En nou, de vraag werd ook eigenlijk aan de kijkers gesteld, hè, van wat heb je nodig ook vanuit de VNG aan de handreiking in het kader van de implementatie. Waar heb jij namens gemeente Ermelo behoefte aan? Nou, ik denk dat het heel goed is om op een manier goed inzichten te krijgen welke processtappen nu zitten vanuit de omgevingswet, maar ook vanuit de wet kwaliteitsborging. En ook vanuit de omgeving, met name als je het hebt over vergunningvrije bouwwerken, maar je hebt ook bouwbesluit vergunningvrije bouwwerken. Om dat nou eens een keer goed in beeld te krijgen, wat het nu betekent, al die verschillende processies, voor jou als gemeente. En ik weet dat Wico Ankersmit destijds vanuit de Vereniging Bouw Woonsticht daar best wel heel veel over verteld heeft. Maar dat is alweer een tijdje terug. De omgevingswet is doorgeschoven en ik denk dat het goed is dat we ergens een keer goed in beeld hebben van welke gevolgen zitten aan bijvoorbeeld bouwbesluit vrije bouwwerken. En welke gevolgen zitten er aan vergunningvrije bouwwerken vanuit de omgevingswet, maar ook vanuit de wet kwaliteitsborging. Oké, dus dan toch ook weer die integraliteit daarin in meenemen. Ja. Nou, volgens mij is dat een duidelijke oproep die we met het team en de collega's gaan oppakken in de komende periode.
zie dat ondertussen de meeste vragen beantwoord zijn. Er was ook nog een vraag over, kunnen de linkjes nog handig bij elkaar gezet worden en gedeeld? Ja, dat zullen we in ieder geval ook regelen. En meenemen in de terugkoppeling van dit webinar. Zijn er op dit moment vanuit jullie nog vragen voor ons? Ik begrijp dat jullie allemaal driftig beginnen te typen. Ik ga in ieder geval, want de naam Wico viel net ook alweer even. Ik ga in ieder geval vast aangeven dat we ook een volgend webinar alweer in de agenda hebben staan. Op 11 november om 14:00. En dan gaan we het hebben over de gereedmelding en dossierbevoegd gezag. Met inderdaad twee voor jullie wellicht ondertussen wat bekendere gezichten. Wico Ankersmit en H.J. van Egmond. Dus zorg in ieder geval dat je je ook weer aanmeldt voor 11 november. Dan zie ik dat er nog een vraag binnenkomt. Aangezien dit landelijke wijzigende wet en regelgeving is, verwacht ik dat er ook bijvoorbeeld een Postbus 51 spotje op tv komt. Komt er zoiets? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik vind het een goed idee. Het is een goed idee. Zullen we meenemen naar de werkgroep communicatie die er ook is. Tot op heden merk ik dat er vooral gekozen wordt voor het eigenlijk in de regio, dus gemeentelijk, daarvoor eigenlijk de achterban oproepen en bijvoorbeeld gebruik maken van de huis- en huisbladen. Maar we nemen hem in ieder geval mee en komen nog even terug op het antwoord. Even kijken, nog een vraag. Hebben jullie al de markt onderzocht en hoe zij hiermee bezig zijn? Hebben ze brancheorganisaties die dit goed trekken? Hebben we? Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, deel van het antwoord is uiteraard dat de brancheorganisaties in de verschillende gremia die hiervoor zijn, in ieder geval vertegenwoordigd zijn. En ook zij roepen hun achterban op om daadwerkelijk te starten. En ook daar hoor je eigenlijk een beetje dezelfde geluiden. In sommige gevallen zijn er aannemers die heel graag willen met kwaliteitsborgers. En lopen ze tegen een gemeente die wellicht het nog wat lastiger vindt. Of net even geen budget beschikbaar heeft om iets te doen aan de kosten. Ik denk dat dat in ieder geval een deels. Kan jij er nog iets vanuit het Ermeloze aan toevoegen? Heb jij nou eigenlijk meer contact met de brancheorganisaties? Of zeg je van nou, weet je, die brancheorganisaties, het is goed als zij hun deel van de informatievoorziening doen. Maar uiteindelijk heb ik toch de partijen nodig die in Ermelo daadwerkelijk het werk doen. Hoe zie je dat? Nou ja, dat is ook de reden waarom wij in het verleden best wel veel bijeenkomsten hebben georganiseerd. Ook met bouwend Ermelo, om het zo maar te zeggen. Omdat wij merkten dat heel veel zaken wel bij gemeentes bekend zijn. En pas veel later, door ervaringen die de bouwend Ermelo zelf aan de lijf ondervond, zij werden meegenomen in allerlei wijzigingen. Dus we hebben toen gemeenten om ze zoveel mogelijk aan de voorkant mee te nemen. En dat hebben die ook gedaan met die wet kwaliteitsborging. Dat helpt wel als je met enige regelmaat op dit soort manieren contact hebt met je partners binnen de bouwsector. Dat zou denk ik wel heel erg helpen. En anders denk ik inderdaad dat je toch wel daar echt veel over moet gaan communiceren. Ja. Ja, nou ja, en aanvullend daarop, kijk, er zijn natuurlijk ook gewoon organisaties die, bouwende organisaties die van kwaliteit echt een speerpunt hebben gemaakt. En die ook zeggen, van, eigenlijk zonder de wet is kwaliteit al voor ons heel belangrijk. Dus wij zijn al eigenlijk met de wet kwaliteitsborging aan de slag. Dus ook daar zie je eigenlijk de verschillende snelheden. Het belangrijkste is inderdaad zoveel mogelijk betrekken in een vroegtijdig stadium. Dat is ook wel onze ervaring in een breder perspectief. Oké, zo te zien waren dat op dit moment de vragen voor nu. Wietse, dan wil ik jou hartelijk danken dat je vanuit Ermelo hier bij ons in Den Haag wilde zijn. Jullie bedankt voor het kijken. Zoals gezegd, de vragen en webinar en de links worden nog naar jullie toegemaild. Noteer je agenda, 11 november om 14:00. Dan gaan we het hebben over de gereedmelding en dossierbevoegd gezag. Dank ik jullie nu voor het kijken en wens ik jullie een fijne dag. Tot ziens. Tot ziens.